komt Celine straks? Ja? Ja, die komt ook. Ja, ik ga het ook mee. In mijn huisje, down the river. Een huisje buitenuit, niet te groot. Goedemorgen, vandaag is het zaterdag. Welkom bij een nieuwe vlog. Leuk dat jullie weer kijken, leuk dat jullie mijn kanaal weer aangeklikt hebben. Wij zijn onderweg naar Akrum, of we zijn al in Akrum. We staan voor de brug. Dit keer staan we met de auto voor de brug. En ja, we gaan dit weekend nog even naar de boot. Het is alsof ik een witte baard heb zo door die zon. Kijk eens zo, ja. Wij gaan weer eventjes naar de boot. En Celine gaat ook gezellig mee. Even varen en even eten. En ja, nog even genieten van het mooie weer. Hij is verlegen. Romke is ook mee. Ben je verlegen, Romke? Je weet het precies hoor. Ben je verlegen? Kijk eens. Kijk me eens aan. Romy. Kijk me eens aan. Ga je ook mee naar de boot? Pretty woman. Wat een naam. Komt Celine ook straks? Komt Celine straks? Ja? Ja, die komt ook. Ja, die gaat ook mee. Wij zijn in Akrum. En raad eens wie er mee is. Lekker. Het is 12:30. We hebben Romke alleen maar uitgelaten. En we varen nu richting het Snekemeer. Het is heerlijk weer. Jouweren in een vaartje aan een steigertje. Met lekker soepje eten, even lunchen. En dan hier even relaxen en dan varen we ook weer terug. Want we gaan vanavond even in de Akrum uit eten. Oh, dan moeten we trouwens even bellen nog. Ja. Even reserveren. Weet je waar we zijn? Bij Broek. Vlak bij Broek. Ja, hier in de binnen. Ja, bij Broek is links zouden. Oh, dit is ook een zwempessie. Zo, wij varen nu weer terug naar Akrum. Het is even over vieren. En dan gaan we waarschijnlijk met de auto ergens heen om te eten, want het schijnt iets van Shanti Festival te zijn in Akrum. Dus dan kunnen wij niet terecht om te eten. Dus pakken we de auto en gaan we denk ik naar de Herne. Ja toch? De hond hangt in zijn poten buitenboord. Vreemd. Nou, dit is het... stukje te Kappenstop, gewoon grijpt de poelen weer. Thank you.
zijn weer in de haven. En we zullen even in de auto stappen en even ergens heen om te eten. Tenzij het hier in het dorp kan. Moet even kijken. Wat is er met de wc? Het is koud. Is dat koud? Oh, sorry. Nou, we gaan eten. Tot ziens. Adios. Er zijn leuke kussentjes hiernaast bij de buren. Nou, als het goed is, dan... Zo, we zijn weer terug. Lekker gegeten in de herne bij het vat, volgens mij. Of het var. Ja, het var. Heerlijk. Celine is weer terug naar Leeuwarden. En ik ben Romke nog even wat uitlaten. Ik loop even naar de muziek toe. Dat is wat te doen hier in Akrum. Shanty Festival, zoiets. En ik hoor van alles. Alleen het is geen shantycore wat ik nu hoor. Dit is een Jan Smit liedje. Hoeveel ik van je hou. Heel mijn haartje staat al open. Zondag. Ik ben al eventjes aan de was. Ik ga straks nog een stukje varen. En dan gaan we zo zoetjes aan als we weer naar huis gaan. Toch wat spullen alvast weer mee naar huis nemen. Volgend weekend hebben we wat anders. Het weekend daarop is ook weer iemand jarig waar we heen moeten. Dus ik denk dat het een beetje over is. Dan zijn we al eind september, zo'n beetje. En dan moeten we toch eens denken aan opruimen en de winterberging in. Tenzij het in oktober nog 20 graden wordt, dan ben ik van de partij. Straks eerst maar eens even lekker weg weer, de haven uit. Het is al lekker warm, ik zal straks mijn korte broek weer aandoen. Plekje gevonden aan de steiger hier aan de Goongrijpse Poelen. Christy heeft zich al geïnstalleerd hier. Samen met Rompe onder de bomen. Lekker man. Hier liggen wat andere boten achter ons. Lig je ook lekker hier? Het is hier heerlijk. Lekker op de winter, schat. En wij zitten lekker aan de koffie. Met een stukje cake. Romy? Nou, we gaan even aan de wandel. Hier loopt een dijkje naar Goongerijp toe. En daar zit ook het restaurant De Klokkenstoel. En daar is een sluisje. En als je dan naar het restaurant toe wil, dan moet je met een soort veerpontje over. Dat gaan we niet doen hoor. We gaan gewoon even die kant oplopen. Boom, boom, boom.
Tijd heel veel last heeft van jeuk en hij heeft absoluut geen vlooien, daar check ik hem altijd op en hij heeft dan heel erg last van schilfertjes, ga ik hem dus even in de shampoo zetten en hij heeft het al door, hij is al achter deze plant weggekropen hier in het hoekje. Ik ga hem met Berkatier shampoo behandelen. Dit is de Berkatier shampoo. In een verstuiver. Ik vul het met water. En dan ga ik het daarna uitspoelen met water. Maar ik moet hem eerst buiten zien te krijgen. Rompke, ga je mee? Kom maar. Kom maar, schat. Kom. Hier krabt hij het helemaal open. Wij zitten in de auto. We zijn onderweg naar Bakhuizen. Christy woont hier even naar de klant toe. En ik heb besloten gezellig mee te gaan. Want ja, Rompke moet toch ook even uit. En dan hebben we weer eens even een ander loopje. Zo, ik loop nu in principe Bakhuizen uit. Christy is naar die klant toe. En ik ben het dorpje uitgelopen. Ja, dit is een beetje bossig hier. Als je nagaat dat je ook vlak bij het IJsselmeer weer zit. Kijk eens hoe wijd het hier is. Boerderij. Volgens mij is daar, die kant, uit IJsselmeer. Ik zie daar een dijk. Ik wil hier wel wonen. Mooi huisje buitenuit, niet te groot. Beestjes om de deur. Een paar schaapjes, een paar geitjes, een paardje. Ja, lijkt me wel wat. Hondjes, katjes. Heerlijk. Nou, goedemiddag. Ook ben even donker. Goedemiddag, het is vrijdag. Ik stap net binnen. Ik heb een paar boodschapjes gehaald. En ik ga de vlog afsluiten. Ik wens iedereen een heel fijn weekend. Bedankt voor het kijken. Steek een duimpje omhoog als je het een leuke vlog vond. Als je nog niet geabonneerd bent en je vindt het leuk om dat te doen, dat kan met die rode knop hier beneden. En dan zie ik jullie graag terug bij de volgende vlog. Doei doei!